FC Den Bosch, je kunt wel spelers kopen, maar het kampioenschap kun je niet kopen. Welkom bij aflevering 30 van... Hennie! Mijn broer is ook hier. Wereldberoemd. Ik hoorde dat Jaap Stam de nieuwe trainer van Feyenoord werd. Het schijnt dat hij geïnteresseerd is in Joey van den Berg. Want die kent hij nog van Redding uit Engeland. Dan zien we die van den Berg ook weer kwijt. Maar dan kunnen we wel goed geld beuren. Joey in de Kuip. Wij zorgen wel voor zeep en handdoeken. Jos Smit, onze verzorger, die kreeg geel. Ik ben toch wel benieuwd wat hij tegen die scheids had gezegd. Hé Jos, stuur mijn appje naar mij. Want ik wil het weten, ik zal het niet durven vertellen. Lekker putje tegen Roda WC. De WC zat verstopt, maar we vonden die wel. In de 7e minuut onze nummer 7, Jordi Bruin. En man van de wedstrijd. Ja, en dan ben je spits van Roda. Dat heet je Engels. Ben je een Duitser, speel je in Holland. En dan heb je verloren. En dan moet je terug naar Limburg. Dat is niet fijn. Favoriete spelers. Jordi Bruin, Brandenhorst en Dijkstra. Wat een inzet. Dat was NEC. Jordi vocht voor aardige meter. Klasse mannen. Deze keer over inzet niks te klagen. Het hoeft niet altijd mooi te zien als er maar hard gewerkt werd. En knallen. Tegenstander FC Ed Bos van Kaki Jordania. Die lui hebben al een tweede periode titel. Hier gaan ze geen extra premie vangen van Kaki. Ik ben ook nog benieuwd of Darry meedoet die bij ons gespeeld had. Hij had last van een virus. Hij zal wel hooikoorts hebben. Die had pas één wedstrijd gespeeld op de slechte kunstgrasveld van Hully. Vanwege kans op blessures trainen ze in het Sint-Michestel. Als we dezelfde inzet hebben als tegen Roda WC, dus knallen. Dan maken we een hele goede kans om te winnen. We sturen ze terug Den Bosch in. Hoe zou het mijn hakkenbaas zien, vraag ik me af. Heb je nog steeds betaald vakantie? Ik heb Cor en Donner gebeld, maar die weten van niks. Hou je en tot volgende keer maar weer, hè.